gasten. Een hele goede dag allemaal. Welkom bij meer Red Dead Redemption. Eens eventjes kijken waar we naartoe gaan. We gaan naar de I van Irish. Als het goed is, is dat niet al te ver weg. Maar, zoals we de vorige keer Fort Mercer hebben verslagen, zei Irish dat we nu met de ferry, oftewel de pont, gingen. Dus waarschijnlijk gaan we nu naar Mexico. Mexico. Viva la Mexico. Mexico, jawel. Mexico, waar Bill Williamson naartoe is gegaan. Dus we zullen zien. En wat ik me wel kan herinneren van deze missie is dat het weer natuurlijk een heleboel geschiet is. Zoals de meeste missies op dit moment. Want ja, Red Dead Redemption, hetzelfde als GTA. Iedere missie zo'n beetje schieten, alles kapot knallen. Iedereen maar vermoorden en al dat soort dingen. Dus dat is leuk. En we zullen zien. In ieder geval denk ik dat we er bijna zijn. Ik zie het water al op de achtergrond. Ik zie ook een klein huisje. Ik neem aan dat dat is waar de pont is. Of waar de pont zich bevindt. Hier gaan we gewoon even naar beneden. Dat scheelt allemaal tijd en alles. Dus als het goed is zijn we er bijna. Ik ben benieuwd naar wat hij allemaal te vertellen heeft, Irish. En of hij überhaupt wel een keertje zal meegaan met iets of zo. Of dat ik alles weer moet oplossen. Dus we zullen zien. We shall be together in paradise. Jawel. Is dat zo? Ah, Mr. Marston. I've come to wish you well. How are you, sir? Wat een mooie pond. It seems that our friend Mr. Irish here is well connected south of the border. Oh, it's true. They love me down there. It's like a second home. I've got more friends than you could shake a stick at, should you so desire. Yes. So you know the way. Oh, it's easy. We just get on me raft here and let the current sweep us away to paradise. Come on then, Dobby. I'm not sure your idea of paradise and mine are quite the same, Irish. Relax. We'll have a great time and we'll find your man, Williamson. No bother. I hope so. No. Come on now. Look at it this way. I know we ain't exactly old pals, but, you know, have I ever done you wrong? No. But not through lack of trying. Hey! Now, you boys have fun down there. John Marston. Thank you. Where are you headed? Me? Oh, London or Paris or maybe Peking. I'm a traveling... Juist. Hij gaat dus naar Londen of Parijs of Peking. Ja, Peking. Hoe wilde hij er ooit komen? Ik weet niet zeker of ze vliegtuigen in die tijd hadden. Maar goed. Zullen we even gaan naar de overkant? Kan ik schieten of zo? Where men like myself are revered and given medals. Ha! Have fun. Okay. The same to you. Nou, daar. Nou, die van mij staat wel heel awkward stil. Kunnen we niet gewoon recht naar de overkant of zo? Ja, dit bedoel ik. We kunnen toch gewoon recht naar de overkant? Is veel simpeler. What do you mean? In usual fashion, you conveniently missed all the action at Fort Mercer. What can I say? I woke up with me head in a pit and it felt ill-mannered not to get reacquainted with him. What a whoppity day. You got your priorities straight. You know me, Johnny boy. I'll be late to me own funeral. They say God invented whiskey to stop the Irish from ruling the world. Well, zijn we er bijna. Me neither. But a current like this will carry you for miles. We'll end up on shore sooner or later. Sakes alive. Oh, juist. Die gaan ons beschieten, ja. Juist, ze hebben het touw dus kapot gemaakt. Ja, lekker dan. Oh, de batterij is weer leeg van mijn controller, ja. Meer ammunition. Dan zullen we eens kijken. Rifle ammo. Holy shit, dat was best wel wat Springfield rifle. Is die goed? Oh, die klinkt wel zwaar. Ja, dit wapen klinkt zwaar. Dat is wel nice. Alleen haar laat heel slow. Dus ik denk maar dat ik een andere ga pakken. Ja, ik pak even een andere. Repeater carbine. Ja, deze is wel goed. Nou, daarboven loopt er eentje. Bam, bam, bam. Nou, ik denk niet echt dat ze mij in Mexico willen hebben. Hoe zou dat nou komen? I don't know.
Schiet, schiet, schiet. Bam, headshot. Jawel. Nou, ik ben benieuwd waar we uitkomen. En of we nog meer moeten schieten. Aha, ik zie hem daarboven al zitten. Ja, hoe. Vogeltje, gewoon eventjes kapot knallen, dat kan ook. Gewoon vogeltjes schieten, kan allemaal. Je moet je tijd toch een beetje verdoen, hè. Sharpshooter rank 1. Oké. Ja, dat kan. Nou, daar lopen er. Hoppa. Nog meer vogels. Gewoon kapot knallen, gewoon omdat het kan. En omdat ik baas ben. Oh, wat een aim. Oh, daarachter lopen ze alweer. Oh joh, op paarden nog ook, ja. Kom op, schiet hem. Die is kapot. Waar zijn de anderen? Daar staat er eentje. Die is kapot. En daarachter is er eentje, maar die kan ik nu eventjes niet raken. Holy shit, daar komen er heel veel. En die heel veel die zijn nu ook allemaal dood. En daar nog meer. Hoppa. Hij raakt ze niet vanaf hier. Of wel? Oh, dead aim. Nou, gaat het nog lang duren? Nou, is er nog ammo hierachter? Nee. Lekker dan. Nou, wanneer gaan we nou aan land? Kom op. Duurt lang. This is the fourth time your so-called friends have nearly got me killed. I thought you said they loved you. They do. At least the lassies do. Oh, them big brown eyes. Turn stone into butter they would. The Mexicans know how to make a bottle of liquor too. What, that pulque? Now there's a drink. Kortom, hij heeft gewoon geen vrienden. Oh, you're gonna have some fun. I'm just here for Bill Williams. Well, I'm glad to be back. This place is a wild devil's paradise. Apart from the fellas trying to kill you. Down here they call me El Rato, the cat, on account of his... El Rato is de kat? El Rato. Ja. Echt, hè? I like it though. A little more inventive than Irish. Well, you Americans never were very creative with your use of language, was you, John Marston? What the fuck? Wacht, even kijken, hoe ver zijn we eigenlijk van de map helemaal gevaren? We zijn helemaal vanaf hier ergens of zo, zijn we helemaal hierin gevaren. Dat is het beste eindje. Maar ik mag wel eens aan land komen. Nee, we gaan nog meer naar rechts sturen. Nog langer. Oh, hey, nog meer. Dus toch nog. Nou, die zijn ook alweer kapot. Hij viel in het water, lekker voor hem. Oh joh, ik heb ook gewoon 2 shotguns. Oh joh. Oh joh, er zijn nog meer. Oeps. Vogels, die hoef ik niet kapot te knallen. Ik wil die andere mensen gewoon kapot knallen. Hoppa. Oh nee, hij leeft nog. Oh shit. Ik ga een beetje granaten gooien op mijn rol. Ik hoef nog niet dood. Holy shit. Ja, en dan staat er gewoon een beetje met zijn pistooltje en hij doet niks. Holy shit, oké, we gaan wel sneller. Dat is één positief ding. Dat was sneller gaan, maar... Maar ja. Ga dood. Oké. Duurt lang. Maar ja. Oh jongens. Komen nog meer daarboven. Hij staat weer met granaten of... Molotovs of zo. Ik weet niet wat het zijn. Ik denk granaten. Oh, maar goed. What's the word of cunt in Spanish? Ja, dat weet ik niet. Ik weet wel wat het in zijn pols is. Of op zijn pols. Curva.
curva, curva match. Ook al betekent dat niet kunt. Maar ja, ik weet niet. Trouwens, kan wel. Boven nog eentje. En die zijn allemaal dood. Daar en daar. En daar nog. Die is ook dood. Hey! Ja, echt, hij heeft wel goede vrienden hoor, die Irish. Oh, nog meer. Hey, hoeveel komen er wel niet, jongen? Echt niet normaal, joh. Die hebben we echt een beetje uitgepakt. Die willen me echt hier niet hebben. Jee, die zijn ook allemaal kapot. Nou, voor mij mogen we nu wel eens een land. Ik denk dat we daar tussen aan land gingen. Als ik het nog goed een beetje herinner. Of hier zo. Een van de twee. Het kan allemaal. Oh ja, daar. Want daar staan paarden. En wat kan ik daar schieten dan? Ah, dat was nog een persoon. Oh ja, er zijn er nog meer. Juist. Lol. Nou, en hier zijn we. Dat waren hun twee paarden dan dus. En we kunnen hier vanaf. En dat is het. Ah, gast. Meen je dat? Wauw, hé. Hij heeft echt goede vrienden. Oh. Saw him shoot a man. Drank with him in the village of Chuparosa. Funny guy. Juist. Or was that Canada? Ja, daar ben je dus ook geweest. Jongen. Failing that, you could try the provincial governor. Die kerel kent ook echt gewoon helemaal niemand. Hij bedriegt me gewoon continu. Juist. Ja, hij gaat weer weg. Ja, mooi, mooi. Laat me weer maar alleen. Nou, daar is. Fack ugly. Je bent zelf lelijk, joh. Wat een dronken gast, joh. Kills 24/7 dronken. Ja, en ik kan er nu niet achteraan rijden, omdat hij dan eerst uit beeld verdwenen moet zijn. Ja, nu kan ik pas, dan is hij uit beeld verdwenen. Ik kan die twee lijkjes hier nog wel even voelen. Ja, dit ding gaat ook weer weg, ja. Juist. Nou, dit was de aflevering, jongens. We zijn hier in Mexico. De volgende keer dan, ja, dan zal ik jullie wel eventjes een beetje laten zien hoe het er hier in Mexico, ja, nou, uitziet of zo. Wacht, even dat beest killen, hoor. Hoppa. Oké, skin animal. Oké, nou ja, ik ga eventjes op weg naar, ja, naar een dorpje. En, oh, dat was een armadillo trouwens. Waar is mijn paard? Oh, hier staat in ieder geval een paard. Your horse was unable to find you. Ja, oh wacht, daar komt mijn normale paard al aan. Want op de een of andere manier, miraculeuze manier, is mijn echte paard hier wel gewoon in Mexico. Dat is heel vreemd, maar het zal allemaal wel. Ik ga in ieder geval binnenkort eventjes hier naar Chuparosa. En dan ga ik, daarna ga ik door. Dus jongens, ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Volgende keer gaan we hier verder in Chuparosa. Bedankt voor het kijken. Laat een groen duimpje omhoog achter als jullie hem leuk vonden. En tot de volgende keer. Jongens, bedankt voor het kijken. En adios.